Mijn steentje bijdragen aan een mooiere wereld. Dat probeer ik bijvoorbeeld door video's over gezondheid en duurzaamheid te maken, om mensen te laten lachen, maar ook te laten nadenken. Zelf ben ik laatst ook aan het denken gezet, toen ik in amper 2 dagen het dikke nieuwe boek van Rutger Bregman verslond. De meeste mensen deugen. Ja, ik geloof het wel. En om dat te bewijzen stel ik deze maand in het teken van Random Acts of Kindness. Kortom, kleine lieve dingen doen voor een ander. En dat doe ik niet alleen, nee. Mijn vrienden Laura, Niels, Yvette, Vita en Elise en Gabriella doen ook mee. Zo hoop ik nog meer positiviteit te verspreiden. En hopelijk jou ook te inspireren weer iets liefs te doen voor een ander. Ja, lieve mensen, ik heb zoveel zin in dit project. Ik ben heel erg benieuwd wat aankomende maand me gaat brengen. En ik denk dat stap 1 is om met een andere bril naar buiten te stappen. Dus normaal gesproken dan ga ik van A naar B en dan heb ik mijn oortjes in, luister ik een podcast en ben ik gewoon in mijn eigen cocon. En vanaf nu ga ik dat dus veranderen, dat ik wat meer met de wereld om me heen bezig ga zijn. Kijken of ik mensen kan helpen, mensen observeren. Dus dat is denk ik wel een belangrijke verandering. Overigens kreeg ik net een berichtje dat Rutger Bregman bij mij thuis komt, zodat ik hem wat vragen kan stellen. En dat vind ik echt te gek. Al met al dus een hele goede start van dit project. Ik heb er heel veel zin in. Bird sings his song, and I hum along, and I think what beautiful day. Oké, het stroomt van de regen en ik ben met deze mevrouw aan het meelopen. Want ze moet ergens zijn, ze spreekt geen woord Nederlands of Engels of iets. Maar ik loop met haar mee, want ze moet ergens naartoe en ze kan het niet vinden. Normaal zou ik zeggen, joh, rechtdoor en de eerste links. Maar nu dacht ik, laat ik eens even aardig doen. Dus, goede daad van de dag. Yeah! Nou, ik ben helemaal zeiknat. Ik moest een minuut of 10 omlopen. Maar die mevrouw was echt zo blij dat ik met haar mee ben gelopen. En ze was super dankbaar. Dus, feels good. Oh, wacht. Ik kan mezelf zelf zien. Ja. Dat is confronterend. Ik hoop niet dat het te veel afleidt. Oké, ben je er klaar voor? Yes, let's go. Ja, heel goed. Nou, ik ben zeer vereerd dat jij hier bent. Ik ga het meteen even awkward maken, maar ik ben echt wel een beetje een fangirl. Echt, is het zo? Ja. Nou, ik vind het ook wel een beetje spannend, want het is de eerste keer dat ik in een vlog zit überhaupt. Ja? Dus, het is geen vlog alleen, hè? Oh. Het is een video. Oh, het is een video. Ja. In ieder geval op YouTube. Gewoon een echte, fatsoenlijke YouTube-productie. Ja, precies. Ja, voor de mensen die Rutger niet kennen. Rutger Bregman is historicus, schrijft voor De Correspondent, heeft meerdere boeken geschreven, waaronder Gratis Geld voor Iedereen, die in 32 talen is vertaald. En natuurlijk De Meeste Mensen Deugen. En ik heb het boek niet eens hier. Goed, De Meeste Mensen Deugen dus. Ik denk dat het goed is om meteen al een beetje een disclaimer te geven, want de dingen waar we over gaan praten zijn natuurlijk best wel het is hele complexe materie wat we nu even YouTube ready moeten maken. En er zijn 100 nuances te maken en 1000 verhalen te vertellen. Maar daar hebben we nu niet de tijd voor. Dus lees het boek. De meeste mensen deugen. Dat is wat jij zegt. En daar heb je een 500 pagina tellend boek of nog meer zelfs over geschreven. Er zitten wel veel plaatjes in hoor. En de letter is best groot. Dus je gaat er zo doorheen. Oké. Okay. Nou, ik had hem in 2 dagen uit, moet ik zeggen. Dat scheelt. Maar goed, het is natuurlijk ook complex onderwerp, of er is veel over te vertellen. Ja, deze vraag krijg je natuurlijk heel vaak, maar toch wil ik hem gelijk even ingooien. De meeste mensen deugen, ja, maar de Holocaust. Ja, dat is natuurlijk een van de grootste vragen van de geschiedenis. Hoe zit dat? Nou, de ironie is natuurlijk ook dat als je zo'n dik boek schrijft over het goede in de mens, dan moet de helft gaan over onze zwartste bladzijde, over de verschrikkelijke dingen die we elkaar aandoen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, daar kan je natuurlijk geen kort antwoord op geven. Weet je? Er zijn bibliotheken over volgeschreven. De vraag die ik in dit boek probeer te beantwoorden is van hoe kan het dat mensen die van nature geneigd zijn tot het goede, want daar denk ik dat er heel veel bewijs voor is, dat die toch in sommige situaties verschrikkelijke dingen doen. En dat komt volgens mij, één antwoord is dat vriendelijkheid, dus aardig doen tegen elkaar en ook aardig gevonden willen worden, dat willen we allemaal, dat dat ook heel dicht bij meelopergedrag zit.
Dus het zijn twee dingen die dicht bij elkaar, iets goeds zit heel dicht bij iets slechts. Ja. En dat zie je denk ik op veel punten in de geschiedenis. Dat mensen het moeilijk vinden om nee te zeggen tegen bijvoorbeeld slechte leiders. Of dat ze ergens bij willen horen. Dat ze, weet je, op meelopen gedrag vertonen. Dat is een deel van een antwoord. Maar ja. Ik bedoel, ja, je kan er boeken, kasten over vol schrijven. Ja. Oké, ik zit in de auto met Niels. En Niels ken je waarschijnlijk van de gierige gasten. Oh, ja, een rot woord van mij om te zeggen. Ja. We hebben net een hele leuke draaidag gehad. Maar Niels vertelt mij dus net een fantastisch verhaal over een random act of kindness die hij heeft gedaan. En die moeten jullie horen. Take it away, Niels. Ik heb een keer op het terras gezeten in de stad. En ik zie naast ons een familie zitten. Dat waren toeristen. Ik zat een beetje op mijn fototoestel te kijken wat voor foto's ze hadden geschoten. En op een gegeven moment, ik wil weggaan. En die familie was ook al weg. En ik zie in één keer een fotocamera op die tafel liggen. Dus ik kijk zo, hè? Zijn die mensen weg? En ik zie op dat moment een paar jongens langslopen. En die willen die fotocamera pakken. Dus ik duik erop af. Oh, sorry. Ik heb mijn camera laten liggen. Dus, hup. Ongemakkelijk liepen zij weg. Dus ik heb in één keer die camera. En ik kijk zo... een paar studenten achter de bar. Ik denk, moet ik hem hier bij die bar achterlaten? Is dat veilig? Dus ik denk, ja, misschien is het een idee dat ik even in die foto's ga kijken en erachter kan komen of in welk hotel die mensen zitten. Ja. Dus ik zie in één keer een paar herkenningspunten van Amsterdam, maar ik kan nog niet in mijn plaats. En op een gegeven moment foto's dat zij in een kamer zitten, maar dat is geen hotelkamer. Het is echt een huis. Appartementsetting. Dus ik denk, die mensen hebben een Airbnb gehuurd. De hele avond elk appartement in Amsterdam gecheckt of hetzelfde uiterlijk heeft op Airbnb. En na 3-4 uur zoeken kwam ik erachter, had ik hem te pakken. En ik heb meteen die eigenaar gecontact. Ik zeg, ik heb een camera gevonden van de mensen die nu in jouw appartement zitten. Oh, oké. Nou, ze zitten er tot morgenochtend. Nou, toen ben ik 's ochtends gaan joggen, aangebeld. En die mensen doen open en die zeggen, ik heb hier een camera gevonden. En ik heb als een... En toen zeiden ze, you are a little Inspector Gadget. die mensen hadden hun camera terug en die hebben een fantastische ervaring in Nederland gehad. En hoe voelde jij je erbij? Het is heel leuk. Op een gegeven moment was het gewoon een... Was het ook gewoon een missie. Ja. Ik had er al 2 uur in zitten. Dat ik het niet opgeven. Nu gaan we die camera terugkrijgen ook. Dus op een gegeven moment, ja, het is natuurlijk wel een leuk gevoel om iets... Kijk, die mensen die praten nu de rest van hun leven heel goed over Nederlanders. Ja. Dat zijn zulke leuke mensen. We hebben... Dat is een anekdote die ze hun leven lang gaan vertellen natuurlijk. Ja. Het is ook leuk om goede dingen te doen, hè? Ja. Nou, mooi. Echt top verhaal dit. Thanks. Zo, vandaag niet een hele random act, maar wel een hele onbaatzuchtige. Want ik vind het best wel spannend. Ik heb me een tijdje terug aangemeld als bloeddonor en mijn bloed is goedgekeurd. Ja, ja. En vandaag ga ik dus mijn eerste bloeddonatie doen. En ik vind het best wel eng, want ik ben best wel goed in flauwvallen. Al zou je er kampioenschap in hebben, maak ik zeker kans op de wereldtitel. Ja, ik val gewoon heel snel flauw en ik... Ja, grote kans dat dat vandaag ook wel gaat gebeuren. Dus ik neem mijn vriendin mee en goed eten van tevoren en dan moet goed komen. Hoop ik. We zijn er. Mijn steun is toeverlaat. Let's go. Je vanger is er. Ja, precies. Moet ik nog ten onderen roepen eerst of lukt het wel? Ik ga gewoon klaarzitten en als je valt dan... Oké, mensen, het is totaal niet eng. Je voelt het goed. Ik vind de camera iets te... in mijn aura, maar... Oké, we doen pas zo. Ik moet alleen niet denken aan die naald die daar nu in zit. Maar verder is het eindje. Jongens, ik heb de tip als je wil afvallen. Echt een wondermiddel.
Ik ben een halve kilo kwijt. Hoe easy, 7 minuten. 7 minuten was mijn tijd. Winning. Winning. Nicole is even helemaal geïnspireerd te zijn en aan het aanmelden als proeftrainer. Yay, high five. High five. Don't leave me hanging. Wat ik zelf ook wel een hele leuke vond, was dat je zegt dat we heel erg geneigd zijn om mensen die op ons lijken ook aardig te vinden. Ja. En ik weet bijvoorbeeld, was laatst zat ik de Handmaid's Tale te kijken. Ik weet niet of je die serie kent. Ja, zeker. En er zit een blonde vrouw in. En je kan veel over haar zeggen, maar het is niet bepaald een hele aardige vrouw op zich. En Max, mijn vriend dus, die vindt haar echt verschrikkelijk. Maar ik zie altijd het goede in haar. Hmm. En toen zat ik laat te denken, ja, dat komt natuurlijk omdat ik best wel op haar lijk. Ja, ja. Dus dat was een soort van... Ja, en het is natuurlijk redelijk makkelijk om het goede aan te nemen in mensen van dichtbij, weet je wel. Om je vrienden of je familie of je collega's. Dan zeggen mensen, ja, die deugen wel. Maar als mensen ineens op een afstand staan, als ze abstract worden, een nummertje in een grafiek of een tabel, weet je, bijvoorbeeld één vluchteling die voor je staat, ja, daar heb je wel sympathie voor. Ja. Maar als je dan hoort een miljoen, een stroom, weet je wel, die binnenkomt, dan is het ineens heel angstaanjagend. Dus dat is ook zo'n proces. Afstand tussen mensen veroorzaakt ook heel vaak wantrouwen. Ja. Dus hoe kunnen we dat aanpakken? Mensen dichterbij brengen, dus in contact gaan met anderen en het goede aannemen, juist ook in vreemdelingen. Ja. Dat is echt wat ik betoog. Dus het gaat er niet om dat mensen van nature goed of slecht zijn. Ik denk dat echt dat we twee benen hebben. Mm-hmm. Een goed been en een slecht been. En de vraag is welke we trainen. Ja. Maar wat je aanneemt in andere mensen, is ook heel vaak wat je oproept. Dus als je mensen met vertrouwen benadert en aanneemt van, nou ja, de meeste mensen hebben het goede met mij voor. Dan is dat soort van besmettelijk. Dan is dat ook heel vaak iets wat je terugkrijgt. Ja. Goedemorgen. Vandaag ga ik een cake maken voor een oude buurvrouw. Af en toe zie ik haar best wel eenzaam voor het raam zitten. Dus ik ga haar vandaag gewoon verrassen met een lekkere cake. En daarvoor hebben we allemaal lekkere spulletjes gehaald. En dus laten we gewoon beginnen en een lekkere cake maken. Ja, vanochtend dus deze lekkere bananen-chocoladecake gemaakt. Of in ieder geval, hij ruikt heerlijk. Ik ben dus nu onderweg naar... naar mijn buurvrouw. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat vinden. In ieder geval, het voelt hartstikke goed om iets voor een ander te doen. Dus we gaan hem gewoon afgeven. Hallo. Hi. Wat heb je iets lekkers meegebracht? Ja, ik heb een lekkere bananen-chocoladecake voor u gemaakt. Oh, heerlijk. Dus, en die wil ik graag aan u geven. Oh, ja, nou kom binnen. Oh, gezellig. Leuk. Ja. Zo, ik ben weer thuis. Uiteindelijk ook een kopje koffie met mijn buurvrouw gedronken. Ze is 92 jaar, maar ze voelt zich af en toe wel echt eenzaam. Dus ze vond het echt onwijs leuk dat ik langskwam en een cake voor haar had gebakken. En om heel eerlijk te zijn vond ik het ook heel erg leuk en gezellig om haar ook eens te leren kennen. En eigenlijk haar een hele mooie dag te bezorgen. Met misschien 30 minuutjes van mijn tijd. Dus zeker geslaagd. En ik ga zeker vaker bij de langs. Je hebt het over, nou, je hebt meerdere leefregels in je boek. Maar er zijn twee heel belangrijk. Mm-hmm. Welke waren dat? Nou, de eerste waar ik eigenlijk mee begin is... bij twijfel ga uit van het goede. Okay. Weet je, wij zijn heel vaak, als we communiceren met andere mensen... dan is er wel eens wat ruis op de lijn. Weet je? Ja. Er is wel eens wat miscommunicatie. Ja. Ik heb dat zelf altijd op WhatsApp. Weet je, of WhatsAppje is, hoe moet je die in vredesnaam interpreteren? En dan staat er een rare smiley of er staat geen smiley. En dan denk je weer, oh, die zal het boos bedoelen. Ik denk dat je beter bij twijfel altijd uit kan gaan van het goede. In de eerste plaats, de meeste mensen deugen. De meeste mensen bedoelen het goed. Mm-hmm. En in de tweede plaats, stel dat iemand iets slechts bedoelt. Dan kan jouw reactie toch weer het goede oproepen iemand anders. Want als je dan toch aardig reageert, dan gaat die ander misschien ook kort aan het denken gezet. En misschien moet ik het dan ook anders doen. Ja. En het punt is, en dat is misschien wel het belangrijkste, is... Ja, natuurlijk word je af en toe in je leven opgelicht. Dat gebeurt. Weet je, ik ben zelf ook wel eens opgelicht. En toen voelde ik me dus heel naïef, weet je wel, heel dom. En dan schaam je jezelf voordat je uit bent gegaan van het goede. Terwijl pas veel later ben ik me gaan realiseren van, maar wacht even. Misschien hoort het er gewoon bij. Want als de meeste mensen deugen en je meestal uitgaat van vertrouwen, dan hoort het misschien ook bij dat je af en toe een keer pech hebt en opgelicht wordt. En wat is het alternatief? Ja. Ik bedoel, als je wil voorkomen dat je opgelicht wordt, dan moet je de hele tijd wantrouwend zijn. Ja. Weet je wel?
Dus, dat is ook geen leven. Nee, precies. Dus ik zou zeggen, juist mensen die nog nooit zijn opgelicht, die zouden zichzelf moeten afvragen, zijn je eigenlijk wel met genoeg vertrouwen in het leven? Wij zijn de Blond Tigers en wij doen mee aan de Act of Kindness. Yes, wij gaan vandaag bloemen uitdelen aan wildvreemde mensen op straat. We gaan beginnen! Hallo! Hallo. We hebben een bloemetje voor jou. Ja, to start the week. Mwah, thank yes. you very much. I appreciate a lot. Thank you. Thank you. Bye. Can I give you this flower? Thanks a lot. To start the week. Thanks a lot. Bye. Mag ik ook leuk, alsjeblieft. Fijne dag. This is for you. Oh, thank you very much. You're welcome. You're welcome. Bye. Nou, dit was zo leuk om te doen. Mensen die hadden het totaal niet verwacht. Dus ze reageerden heel verbaasd en helemaal met zo'n lach op de gezicht. Ja, ze verwachten gewoon helemaal niet dat een vreemde iets aardigs doet. Gewoon uit het niets. Dus dat, het geeft jezelf een heel goed gevoel, maar het geeft de ander ook een heel goed gevoel. Dat zie je wel. Ja, hallo. Vandaag weer een random act of kindness van mezelf. En ik heb iets leuks bedacht, namelijk de Welcome app. Die zie je hier. En dat is een app waarmee je heel makkelijk in contact kunt komen met nieuwkomers. Mensen met allemaal verschillende achtergronden. En je kunt vragen beantwoorden die zij bijvoorbeeld hebben, omdat ze in Nederland wonen en ja, bepaalde dingen misschien niet snappen. Of er zijn overzichten van allemaal evenementen en activiteiten en nou, van alles. Maar één belangrijk ding daarvan is dat je een lunch kan aanbieden. Of nou ja, of je zoekt er natuurlijk zelf naar. Maar ik ga dus een lunch aanbieden. En daar kunnen dus mensen op reageren. Dus je kan dat invoeren, zeg maar, van ik wil donderdag een lunch aanbieden aan iemand. Ik betaal het. Of je kan ook zeggen, je deelt de kosten. Maar vandaag ga ik betalen, hè? Dan doe je dat dus dat oproep plaatsen. En daar kunnen mensen op reageren. En dan ga je gezellig lunchen. En dan, ja, gewoon om mensen een beetje te helpen thuis voelen in Nederland. Dus dat ga ik doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga donderdag dus die lunch doen. Ik neem mijn vriendin Nicole mee. Want ik denk dat is gewoon nog gezelliger. En ja, tip van de dag dus. Oké, goed. Nico, wat vond je ervan? Hey, ik vond het echt leuk. Wat een aardige gast, serieus. Echt, maar zoveel al meegemaakt in zijn leven ook. Met de boot naar Griekenland en weer teruggezet. En hij kwam dus uit Turkije en uiteindelijk is hij nu hier in Nederland een jaar. En eerst bij een gastgezin en nou... Ja, echt bizar. Spreekt al supergoed Nederlands. Ja. Nee, het was echt een aanrader om dit een keer te doen. Of vaker te doen. Ja, sowieso heel goed, denk ik. Ja. Zou je het nog een keer doen? Ja, ik zou het sowieso nog een keer doen. Oké. Ja. Maar jij bent hier ook vet goed in. Jij bent vet goed in die small talk en zo. Nee, ja. Oké. Oké, even een mandje van Tichelaar conclusie. Wij moeten kijken. Ja. Mand! Nee, het was aanrader. Food. Doe het. Als Marije betaalt, ga altijd meegaan. Ik woon in Malaga. En in Malaga zijn er helaas heel veel daklozen te vinden. En ik moet zeggen dat ik best wel vaak wat geef. Want het is gewoon een hele makkelijke manier om mezelf een goed gevoel te geven. En als heel veel mensen dat doen, om zo iemand te helpen. Ga jij me nou bijten? Dat is niet lief. Daar gaat deze video niet over. Wat ik echter nog nooit had gedaan, was echt iets voor iemand kopen. En nu zit er altijd een meneer bij de supermarkt waar ik heen ga. En die meneer, die is volgens mij dakloos. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon een keer vragen of hij... Trek heb je iets lekkers, waar hij trek in heeft. Hola. ¿Le puedo comprar algo? ¿Algo que le apetece o...? Un Nescafé de... Cappuccino, claro. Sin problema. Y no sé si le gusta, pero a mí me encanta. Gracias. Hasta luego, buen día. Nou, ik moet zeggen, de meneer was onwijs verrast, omdat ik dit normaal niet doe. Maar
Er kwam meteen een lach op zijn gezicht en hij bleef maar herhalen hoe aardig hij het vond en hoe lief hij het vond. En hij had geen trek in een broodje, want iemand had hem al een broodje gegeven, niet heel lang daarvoor. Dus ik denk, weet je wat, ik koop een lekker koffietje voor hem, daar had hij trek in. En als verrassing kocht ik er een Spaans gebakje bij. En het leukte me de dag op. Ik vond het zo leuk om te doen. Een kleine moeite en die meneer werd ook vrolijk. En ja, ik ben blij dat ik het gedaan heb en ik ga het zeker vaker doen. Ga jij het ook vaker doen? Huh? Wil je nog een beetje koffie trouwens? Ik heb nog wel. Jouw boek heeft mij dus geïnspireerd om een maand in het teken te stellen van Random Acts of Kindness. En met deze video hoop ik natuurlijk dat nog veel meer mensen doen. Ja, super vet. En dat is natuurlijk een beetje een praktische doorvertaling van alles wat je schrijft. Maar wat hoopte jij te bereiken met je boek? Mm-hmm. Nou, ik vind het echt superleuk dat je dit bent gaan doen. Want een van de centrale boodschappen van mijn boek is dat menselijk gedrag besmettelijk is. Weet je wel? Een van de problemen vaak, dat als we iets goeds doen voor een ander, dan houden we het geheim. Dan zeggen we, weet je wel, ja, vrijwilligerswerk, ah, dat stond goed op mijn cv. Of oh, ja. Weet je wel, nou, het was ook handig voor mezelf. En, weet je wel, je wil vooral niet als deugdmens overkomen of als nee. Do-gooder. Maar het lastige is dan dat je dat goede, dat plaats je dan in quarantaine. Weet je wel, dan inspireer je andere mensen niet meer. Ja. Terwijl we weten uit superveel psychologisch onderzoek dat menselijk gedrag is besmettelijk. Ja. Dus ik vind dat een hele leuke manier om zo over na te denken. Dat als jij één random act of kindness doet, gewoon aan een willekeurig iemand. Ja. Dat diegene zelf misschien ook alweer geïnspireerd is en dingen gaat doen. Ja. En dat dat als een soort van golf. Ja, precies. Dat gaat als een hele golf door de werkelijkheid heen. Ja. Dus wat jij doet is gewoon veel meer dan... Dan alleen die ene daad. Het heeft veel meer gevolgen. Ja, dat hopen we in ieder geval. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Hoi, ik ben Gabrielle. Ik weet niet zo goed waar ik moet kijken. Een goede kennis van mij, Lisa Elsenburg, runt de Impact Shop in Amsterdam. En daarmee verkoopt zij tweedehands kleding. Verkoopt ze kleding van duurzame merken en zamelt ze kleding in. Die ze weer verkoopt. Of naar... Vluchtelingencentra in Amsterdam. En dat is ook nu weer het geval. Dus ik ben in mijn kast gedoken en ik heb een heleboel items eigenlijk gevonden. En morgen ga ik dan met die zakken vol kleding naar Lisa in de Impact Shop. En ik zal jullie meenemen. Nou, de kleding is ingeleverd. Ik zat midden in code geel, dus de kleding is helaas niet helemaal droog overgekomen. Het geeft op zich natuurlijk gewoon een heel fijn gevoel. Maar om heel erg eerlijk te zijn, vind ik het ook niet meer dan normaal om andere mensen te kunnen helpen als jij het goed hebt. En als iemand om hulp vraagt, dan vind ik het niet meer dan normaal dat als jij in staat bent om te helpen, dat je dan helpt. Maar als ik kijk naar het overall gevoel, geeft het me positieve energie en het humbles me. Het maakt me nederig. Als ik niet alleen maar bezig ben met mezelf, maar ook veel met anderen. Ja, dit is niet zozeer een vraag, maar ik heb 2 maanden terug ongeveer jouw boek gelezen. En sindsdien heel veel over gepraat met mensen. Een soort Jehovah-getuige van jouw boek. maar ik vang, als je het erover vertelt en je hebt het boek dus niet gelezen, dan vang ik nog best wel veel cynisme op. Ja. Herkenbaar. Ja, hoe ga jij ermee om? Nou ja, kijk, je moet bedenken dat cynische mensbeeld, dat zit zo diep verankerd in onze cultuur. En ook, bedenk waar mensen hun informatie vandaan halen. 90% van de Nederlanders volgt het nieuws. Ja. Ja, het nieuws gaat vrijwel altijd over dingen die misgaan. Weet je, over oorlog, over geweld, over corrupte politici en noem maar op. En dan moet je wel bedenken, ja, het nieuws gaat over uitzonderingen, weet je wel. Het nieuws gaat niet over de meeste mensen die gewoon hun leven leiden en proberen het goede te doen. Dus het nieuws is eigenlijk een soort van drugs eigenlijk, die allerlei nare bijeffecten heeft. Je denkt, oh, ik word gewoon goed geïnformeerd over de wereld. Terwijl er zit een hele selectieve kant wordt natuurlijk belicht. Dus ik zeg ook altijd van, ja, stop met het nieuws. Het nieuws is niet goed voor je. Ja. Ik bedoel, de zaterdagkrant mag je prima lezen. Dan gewoon de bijlagen erachterin, daar leren we wat van. Maar de voorpagina's, het NOS-journaal. Ja, ik zeg niet dat het geen sympathieke mensen zijn die er werken. Maar als je alleen maar de hele dag dat nieuws in je brein aan het proppen bent, dan heb je aan het eind van de dag een totaal geflipt beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Ja, ik ben sowieso zelf echt al jaren geleden gestopt met nieuws kijken. Maar vooral met het idee omdat ik gewoon daar heel verdrietig van werd. Ja. Maar dat zegt toch al wel genoeg, want dat is, ik bedoel, het is ergens heel raar dat je heel verdrietig wordt van het nieuws. Ja. Terwijl de afgelopen 30 jaar hebben we immense vooruitgang geboekt wereldwijd. Exact. Weet je, de extreme armoede is
omlaag gegaan. De kindersterfte is zwaar afgenomen. De levensverwachting is toegenomen. Ik zeg echt niet dat er geen grote problemen zijn in de wereld. Ik bedoel, nee. Klimaatverandering, noem maar op. Mm-hmm. Maar er is ook heel veel goed nieuws te vertellen. Alleen ja, dat staat zelden op de voorpagina. Want goed nieuws is geen nieuws. Exact, ja. Dankjewel. Jij ook bedankt. Deze maand heb ik nog veel meer Random Acts of Kindness gedaan, maar niet altijd gefilmd, omdat het misschien te klein was of te snel voorbij ging of nou, zulke soort dingetjes. Ook heb ik trouwens nog, heb ik niet in de video gedaan, anders werd het veel te lang, een vrouw verrast met een 4-sterren overnachting. Die had ik zelf over van vakantieveiling, had ik ooit gekocht. Kon ik zelf niet meer voor gebruik van maken. Gebruik van maken. En dat heb ik op een Facebookgroep gegooid voor iemand die dat echt verdiende. Nou, la la la. Iemand heeft erop gereageerd. Ze heeft een heerlijke nacht gehad. Dus dat was echt fantastisch. Aan het begin van dit project vond ik het nog wel lastig om een soort kijk mij eens goede dingen doen video te maken. Maar juist door wat Rutger Bregman eerder ook zei. Je moet juist vertellen als je goede of lieve dingen hebt gedaan voor een ander. Want het werkt aanstekelijk. En zo kunnen we de bal laten rollen. Dus ik heb me over dit ongemak heen gezet. En ik ben heel erg blij met wat het heeft gedaan. Zo te gek ook hoe de rest van de mensen die hebben meegeholpen aan deze video echt een goed gevoel hebben overgehouden aan hun random act of kindness. En ik denk dat de belangrijkste take-out van deze video, van dit experiment is, en zeg ik nogmaals, dat goede daden doen besmettelijk werkt. Dus ik hoop dat ik jou heb geïnfecteerd met deze video. Ben je geïnspireerd? Heb je een random act of kindness gedaan? Vertel erover in de comments hieronder. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Tot snel!